onze complexe maatschappij zijn er steeds meer regels. Juristen helpen om die regels overzichtelijk en gestructureerd te houden. Ze zijn in alle geledingen van onze samenleving nodig en zijn dan ook breed inzetbaar. En uiteraard is het bijzonder boeiend om rechten te studeren. Om de werkdruk te verdelen is het academiejaar opgesplitst in 4 periodes van ongeveer 10 weken. Dit noemen we kwartielen. Van zodra een vak is afgerond, maak je er een examen van. Rechtsregels moet je kennen, vinden en toepassen. Vandaar dat we kiezen in de bachelor- en masteropleiding voor opdracht- en probleemgestuurd onderwijs. De week start met een inleidend hoorcollege. Vervolgens duiken we tijdens een onderwijsbijeenkomst met een 20-tal studenten in een vraagstuk uit de juridische praktijk. Tutoren helpen ons hierbij en dit zijn vaak academici, maar kunnen ook mensen uit de praktijk zijn. We hebben zo een 10 tot 12 contacturen, maar door de zelfstudie zijn we toch wel zeker 40 uur per week aan het studeren. Het is een fabeltje dat je alle wetgeving van buiten moet studeren. Alles zit immers opgenomen in je codex. Het is veel belangrijker dat je beschikt over een brede maatschappelijke interesse, een goed analytisch vermogen en dat je creatief bent. Je zal immers aan de slag moeten gaan met regelgeving en de verbanden tussen die rechtsregels trachten te zien. Mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden zijn daarnaast troeven voor de rechtenstudent. Correct en genuanceerd argumenteren is erg belangrijk. Je moet in de maatschappij staan en niet ernaast. Het nieuws volgen, duidingsprogramma's bekijken, naar een debat gaan. Ook taal is heel belangrijk. Nederlands, maar ook Frans en Engels. Maar geen zorgen, je groeit hierin. Bovendien kan je op Erasmus naar zowat alle landen in Europa. Maar er bestaan er ook heel interessante uitwisselingsprogramma's met bijvoorbeeld de Universiteit van Namen. Wie rechten studeert, wordt zeker niet altijd advocaat, magistraat of notaris. Je kan ook diplomaat, journalist, politicus of milieuconsulent worden, om maar enkele voorbeelden te noemen. Ikzelf ga bijvoorbeeld op Erasmus naar Athene en hoop een internationale carrière uit te bouwen.